Wist je dat 20% van de Nederlandse bevolking jaarlijks 1 of meerdere malen de fysiotherapeut bezoekt? En wist je dat ruim 1/3 van het arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door problemen met bewegen? Nou man, dit kunnen we beter een specialist laten doen. Ja, dat lijkt me ook, ja. Nou Freek, ik heb afgelopen vrijdag gevoetbald, zaalgevoetbald. En ik ben onwijs door mijn enkel gegaan. Dus ik zou je even naar kunnen kijken. Ja, natuurlijk Frank, dat is geen probleem. Hey, we gaan jouw benen eens even gebogen neerzetten op de bank. Hey, ik neem eens even mee de andere kant op. Doe hem nogmaals omhoog. Nu draai ik hem ietsjes op, deze kant. Ik ga gewoon heel eventjes wat voelen nou rondom die enkel. Als ik deze beweging doe, wat voel je dan? Pijn. Als ik nou eens deze beweging maak? Ook pijn, ja. Hey, het is veel meer dan masseren wat je nu doet, hè? Ja, dat is klopt. Beetje het beeld wat veel mensen hebben, dat fysiotherapeuten masseren. Ja, dat klopt. Hoe komt het dat mensen dat beeld hebben? Ik denk eigenlijk dat dat komt omdat massage nog steeds door heel veel fysiotherapeuten gebruikt wordt. En massage is eigenlijk ook een van de meest krachtige instrumenten die de fysiotherapeut heeft. Je maakt letterlijk contact met de patiënt. Maar goed, ik moet er wel bij zeggen dat het echt maar een onderdeel is van wat de fysiotherapeut in zijn toolbox heeft zitten. Ja. Want daarnaast gebruiken we ook heel veel wat we nu doen. Hè. Het bewegen van een gewricht, het losmaken van een gewricht. Of oefenen met een patiënt, hè, om stabiliteit terug te krijgen en kracht. Hè. Iets ook wat zeker in jouw traject van belang is. En daarnaast het stukje informatie en adviezen geven, zodat je ook weet van nou, wat is er aan de hand? Wat kan ik er zelf mee doen? Hoe lang gaat het duren? En kun je me helpen om ermee om te gaan in het dagelijks leven? Dus het scala is wat dat betreft best breed. Het werkveld is behoorlijk breed, joh. Ja. Oké, Frank. Loop even met me mee. Ja. We gaan samen even naar de oefenzaal toe. Ja. En dan ga ik je daar even wat laten zien wat we kunnen gaan doen. Oké, Frank. Hartstikke goed. Probeer dus, terwijl je de beweging met je arm maakt, dat je in je enkel gewricht zo weinig mogelijk beweegt. Dus probeer het helemaal stil te houden. 1, 2 en weer terug. Goed zo. Herhaal het maar gewoon eens 10 keer. Hey, ik ben hier nu gewoon zo binnengelopen. Ja. Tegenwoordig heb je natuurlijk geen verwijzing meer nodig van de huisarts. Klopt. Ja. Merk je nou ook verschil dat er een grotere toestroom is aan mensen? Ja, absoluut. We zien eigenlijk dat binnen onze praktijk, en dat is eigenlijk ook wel landelijk zo hetzelfde gemiddelde, dat wij nu 40% van onze patiënten, dat die echt zonder tussenkomst van de huisarts binnenkomen. En dat was enkele jaren geleden was dat bijvoorbeeld 26%. Hè? Dus er is best wel een aardige toestroming gekomen. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat de fysiotherapeut echt de deskundige ook is op het gebied van spieren, gewrichten, van banden. En we noemen dat altijd van het houdings- en bewegingsapparaat. En, 10. Daaruit. en uit onderzoek blijkt dat wij ook inderdaad heel gericht kunnen oefeningen kunnen geven en de patiënt kunnen helpen. Helder. Oké, stap maar eens even in, Frank. Hartstikke goed. En weer terug. Ja. Probeer weer even te blijven staan. 1, 2. Ja, die kost moeite, hè? Die is niet makkelijk in deze staat. Nee. Waarin ik nu verkeer. Maar ik voel in alles dat je een topfysio bent. Vandaar de bedrijfsnaam ook, denk ik. Ja, nee, dat klopt. De naam die hebben we heel gericht gekozen. Ja. We zijn een samenwerkingsverband van op dit moment 20 fysiotherapiepraktijken in het zuiden van Nederland. En voor ons is heel belangrijk, het belangrijkste speerpunt, dat we kwaliteit leveren. En die kwaliteit die toetsen we ook. Hè. We laten dat door een extern bureau toetsen. We hebben een eigen keurmerk, hè, waaruit we kwaliteit willen waarborgen. Maar zo vragen we ook aan patiënten feedback. Hè, dat we graag willen weten, joh, hoe denken jullie nou over onze behandeling? Zijn jullie net zo tevreden hè, zoals wij dat zijn? En met alle belangrijke zorgverzekeraars, zeg met alle zorgverzekeraars, hebben we contracten. Hè, en ook daar met hun proberen we afspraken te maken om over kwaliteit te praten. Dat we ook daaraan kunnen voldoen. Dat ziet er goed uit, Freek. Ja, die zit hartstikke vast. Dit is dan toevallig sportfysiotherapie, maar hebben jullie ook nog andere specialisaties? We hebben alle specialisaties die onze beroepsvereniging kent, die hebben wij in huis.
Dus daarbij moet je denken aan sportfysiotherapie, kaakfysiotherapie, manuele therapie, kinderfysiotherapie. Echt het hele scala, dat hebben we. Maar daarnaast hebben we ook een aantal innovatieve ontwikkelingen binnen de organisatie. En daarbij moet je denken aan echografie, shockwave therapie, maar ook dry needling. Ja, dat is behoorlijk breed. Ja, dat klopt. We willen ervoor zorgen dat wij als vereniging topfysiotherapie alle patiënten die er zijn, het hele aanbod ook daadwerkelijk kunnen bedienen. Dus vandaar dat we ook zo breed in hebben gezet binnen onze organisatie. Oké, Freek. Nou, ik ben klaar nu, neem ik aan. Ja, dat is helemaal goed. Wat raad je mij nu aan, lekker met mijn benen omhoog vanavond? Ik raad jou aan in ieder geval zo weinig mogelijk ermee te belasten. Dus echt, wat je eerder aangaf, het zo rustig mogelijk aan te doen. Over 2 dagen kom je terug en dan kijken we eventjes hoe het gegaan is, of de tape er nog op zit en of we eventueel een voorstap kunnen maken. Hartstikke goed, man. Dankjewel.